Wat weer? Nou ja, we gaan het gewoon proberen. Want vandaag ga ik jullie uitleggen hoe je met deze een haarbandje kan maken. Want ik krijg heel vaak de vraag hoe ze nou aan die leuke haarbandjes komen. Dat is Alex Morgan, Merel van Dongen, Stephanie van der Gracht, Ellie Carpenter. En zo zijn er nog veel meer die heel vaak zo'n mooi bandje hebben. Maar dat is een ander bandje. Wat ik zelf vaak heb met die bandjes is dat ze een beetje van mijn hoofd afschuiven. Omdat ze hierachter niet blijven hangen. Ik vind het wel lekker als mijn haar uit de weg zit. Dus zijn er heel veel speelsters die dit gebruiken voor dat bandje in hun haar. Het is super makkelijk, super goedkoop en heel leuk om met je teamgenoten allerlei kleuren uit te proberen. Ik ga je laten zien hoe je dit doet. Nou, je hebt allerlei kleuren. Nou heb ik er toevallig 4, maar je kan er echt in alle kleuren kan je erin bestellen. Groen, geel, verschillende kleuren roze, verschillende kleuren blauw. Ik heb nu een rood aan, dus ik kies voor rood vandaag. Dan pakken we een stukje, niet te groot, ongeveer dit stuk. Dat trek je eraf en dat plaats je om je nek. Maak je een strakke soort choker mee. Het glijdt niet erg met elkaar mee, dus het is goed, belangrijk dat je het al strak doet. Dubbelknoopje. Dubbelknoopje, zorg dat hij goed strak zit. Dat is even het lastigste deel. Zo, aantrekken. Aan het einde eraf. Dan draai je hem om. Zo, heb je hem zo. En dan rek je hem ietsje uit. En dan rol je hem er zo overheen. En dan zit hij eigenlijk al. En het mooie is dat dit een soort anti-slip is. Dit spul is een soort anti-slip. Waardoor het dus niet verschuift. Dus ook niet hieronder. En ook niet hier. En al je babyhaartjes blijven dus ook lekker zitten. En dan kan je dit ook nog een beetje uitrekken. En dan kan je hem dus wat groter maken. Ik vind dat zelf niet zo mooi, maar het kan wel. Dat is ook wat Ellie Carpenter heeft. Nu vaak. Kijk, dan is hij wat breder. En dan nog iets leuks, wat Merel van Dongen vaak deed bij Ajax en ik denk nu nog steeds bij Real Betis, is dat ze er 2 pakt. Zoiets. Zo, hop. En dan gaan ze het in elkaar draaien. Of een vlechtje kan je er ook van maken natuurlijk. Zo, dus wat sneller. Ja, of je vraagt natuurlijk een teamgenootje om het vast te houden. Dan een knoopje in. En dan gaat hij weer om je nek. Hier de knoopje. Maak er wel een dubbel knoopje van. Zo, en die draai je dan weer goed. Dan heb je de staart eruit aan de achterkant. En dan rek je hem een stukje uit. Zo. Zo. En dan kan je hem dus zelf zo ver rollen als je wil. En dan heb je er een met verschillende kleurtjes. En het leuke hiervan is dat deze dingetjes dus maar 1 euro per stuk kosten. Dus je kan met je teamgenoten gewoon heel veel van die kleuren halen en er van alles mee doen. Leuk om te laten matchen, maar ook leuk als je bijvoorbeeld... Ik heb zelf in mijn team helemaal zwart. En dan vind ik het leuk om een paars bandje in te doen. Dus je kan er van alles mee doen wat je wil. Ik hoop dat je deze tip leuk vond en dat je ze gaat aanschaffen. Volgens mij kan je ze alleen online kopen tot nu toe. Maar ze zijn dan wel weer heel goedkoop. Dus mocht je nou nog niet online kunnen bestellen, vraag het aan je ouders. Met 1 zo'n rol kan je denk ik een half seizoen doen. En daarna kan je het dus gewoon weer weggooien. Raak hem niet kwijt en dat je hem vooral wat kwijt bent. Je moet het rolletje gewoon in je tas houden en dan kan je het altijd gebruiken. Ja, ik vind het echt super handig en ik gebruik het altijd. Ik hoop dat jullie het ook gaan gebruiken, want het is echt super handig. En je kan dus heel veel afwisselen. En waar ik dit zelf ook nog voor gebruik is voor mijn scheenbeschermers, omdat ik die bandjes niet lekker vind zitten. Gebruik ik dit altijd op mijn scheenbeschermer. Waardoor het toch iets meer meerekt. Dat is wel heel lekker hoor. Kijk, het is echt heel rekbaar materiaal. Ik hoop dat je deze tip leuk vond. Laat me weten of jij dit gebruikt of dat je het een keer gaat proberen. En mocht je het gaan proberen, laat mij het resultaat zien. Dan feature ik jou weer in mijn stories.